In tijden waarin kort hapbaar nieuws de boventoon voert, koppen worden gelezen, maar onderbouwende artikelen nauwelijks. Waar leugens alternatieve feiten worden genoemd en waar Facebook tot een nieuwssite is geworden, lijkt de onderzoeksjournalistiek het onderspit te delven. Onder andere hierover gaan onze volgende twee gasten het hebben. Graag nodig ik uit de oud-hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, journalist, schrijver en columnist Tony van der Meulen en onze gastinterviewer van vandaag, oud-partijvoorzitter, oud-fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de SP, schrijver en Ossenaar, Jan Marijnissen. Heren, welkom. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag Jan. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag Jan. Dag Tony. Dames en heren, wij kennen elkaar al jaren. Dat heeft te maken met zijn vak en mijn vak. Hij als journalist, ik als politicus. Maar we hebben ook wel eens een keer niet professioneel met elkaar gesproken. Meerdere keren. En het onderwerp, dames en heren, bij al die gesprekken was onder meer het belang van kritische journalistiek in een democratie. En daar wil ik het eigenlijk nu een 20 minuten met Tony even ten overstaan van u over hebben. Tony, we hebben van tevoren afgesproken. Mijn eerste vraag zou gaan over, who are you? Waar kom je vandaan? Hoe ben je in de journalistiek verzeild geraakt? Zal ik het maar kort houden? Doe maar. Ik kom uit Friesland, uit Jouren. En ik behoor tot die gelukkige mensen die zijn hele leven al doet wat hij leuk en belangrijk vindt. En sinds ik een pen kan vasthouden, heb ik een neiging om te willen schrijven. En dat doe ik nog steeds. En dat heb ik al die jaren gedaan op allerlei verschillende plekken. Ik ben in Groningen begonnen, ik heb in Utrecht gewerkt, ik heb in Amsterdam gewerkt. En toen ben ik door een merkwaardig toeval in Brabant terechtgekomen. En wanneer was dat? 1991. Oh, dat is al een poos geleden. Hoe bevalt het? Ik ben wel gewend inmiddels. Hoe bevalt het een Fries in Brabant? Nou, heel prima. Ik heb zelfs een boekje geschreven. Dat heet Een Fries in Brabant. Okay. Dus het is een gangbaar type. Ja. En nee, dat valt allemaal heel erg mee. Je weet dat bazen hier vroeger Friezen hier naartoe haalden. Ja. En die hadden niet zo'n beste naam. Die Friezen niet? Nee, die werden toch een beetje gebruikt als, hoe zeg je dat? Netjes. Netjes. Maar dat werden dan de tussenbazen, weet je wel. Die het personeel nog eens af en toe een beetje moesten sarren en opjutten. Oh, dat is toch merkwaardig, want dat zijn Friesen zijn toch van die zachtaardige mensen. Ja, is dat zo? Dat weet ik niet. Buma is ook een Fries trouwens. Ja, daarom. Ja. Ja, ik zag vandaag nog op een kaartje dat de Friesen weer een CDA gaan stemmen deze keer. Nou ja, daar hoor ik niet bij. Tony, leg ons uit, wat is het belang van journalistiek, kwaliteitsjournalistiek, kritische journalistiek, en niet alleen onderzoeksjournalistiek, maar ook die andere twee categorieën, voor het welbevinden, welzijn van de democratie? Nou, als ik het mag illustreren aan een voorbeeld. Bas Haan, die is 2 jaar bezig geweest om de Teven-affaire boven water te krijgen. Als die aardige man van Nieuwsuur dat niet gedaan had, dan hadden we het nooit geweten. Want de VVD, de een en de ander, is er bovenop gaan zitten, heeft echt alles uit de kast gehaald om er maar te voorkomen dat dit openbaar zou worden. En als je het boek van Bas Haan leest, dan betekent ook dat Rutte gewoon zit te liegen. Die heeft van het begin geweten hoeveel miljoen die crimineel kreeg. En het is, vind ik, een buitengewoon schandelijke affaire dat je in Nederland politiek kunt bedrijven om de ene leugen op de andere te stapelen. Nou, dat hadden we allemaal niet geweten als deze collega dat niet had uitgezocht. En ik denk dat het in een laat dan zeggen, president Bush heeft zich laatst tegen Trump gekeerd. En met name toen Trump zei dat hij zo'n enorme hekel heeft aan journalisten. En toen zei Bush... Dat heb ik ook wel. Maar ze zijn er om typen als mij in de gaten te houden. Want als je al mensen met macht, als je niet in de gaten houdt, dan gaan die mensen zich misdragen. En ik denk dat journalisten daarvoor zijn om met name, ze kunnen ook allerlei andere dingen doen, maar ze zijn er ook om machthebbers in de gaten te houden. Om te illustreren als zij zich dreigen te misdragen. Ja, en vind je dat de media dat goed doen? In het algemeen. Ook nog in het algemeen. Ja. Nee, ik vind dat media dat in het algemeen niet goed doen. Omdat er veel te weinig tijd voor is. En de media in de hele wereld, maar ook in Nederland, is de laatste 10 jaar zo verschrikkelijk bezuinigd dat er eigenlijk heel weinig meer aan dit soort journalistiek wordt gedaan. Dat vind ik heel erg.
Je bent nog columnist bij het Brabants Dagblad. Veel mensen zullen ongetwijfeld het Brabants Dagblad hier aanwezig lezen. Laten we het hopen. Ja, maar kun jij, als dit gezegd hebbend, nog wel instaan voor de kwaliteit van die krant? Dat is een gewetensvraag. Nou ben ik daar ook niet meer verantwoordelijk voor. Er is hier geen pers aanwezig, dus je kunt eerlijk antwoorden. Nee, nou ja, dat is wat ingewikkeld. Het Brabants Dagblad was van de VNU, zo ben ik daar gekomen. Daarna was het van Wegener. Toen hebben Wegener vanwege het gewin de hele zaak aan Engelsen verkocht. Die Engelsen hebben de zaak volstrekt uitgebeend. Het was een hele lege winkel. En als die lege winkel niet door de Belgen was overgenomen, had het Brabants Dagblad niet meer bestaan. De Belgen van Tillo heeft al die 7 regionale kranten overgenomen en heeft ze verbonden met het Algemeen Dagblad. Dat vind ik een probleem. Want ik ben nog nooit een fan geweest van het Algemeen Dagblad. Ik vind als je een rechtse krant wil lezen, en in het land mag dat gelukkig, dan kun je veel beter de Telegraaf lezen, want dat is een redelijk onbehouwen, maar gewoon een rechtse krant. Ik vind het nadeel van het Algemeen Dagblad dat alles leuk moet zijn en dat terwijl discussies in de Tweede Kamer toch gaan over verschillende maatschappijvisies, bijna alles wat er leidt tussen ruzie tussen twee mensen. En daar bestaan twee woorden voor die bijten op een enkel op kop kunnen, namelijk geharrewas en gekissebis. Dus ik ben geen fan van het Algemeen Dagblad. En daarom vind ik het jammer dat je uitgerekend het Algemeen Dagblad nu voor een belangrijk deel het Brabants Dagblad vult. Aan de andere kant, als het niet gebeurd was, had de krant niet meer bestaan. Ja, maar nu toch even terug naar wat je net zelf zei, dat het tot op het bot allemaal is uitgebeend. Bezuiniging, nieuwe eigenaren die nieuwe plannen hebben, et cetera. Jullie hebben het ook wel laten gebeuren als journalisten natuurlijk. Nou, ja. Ik denk dat jij ook wel je eigen opvatting hebt over de maakbaarheid van de samenleving. Er is natuurlijk wel wat gebeurd. Er zijn geen advertenties meer. Toen ik bij het Brabants Dagblad kwam in 1991, toen was het een rijke krant. En hoe kwam dat? We hadden buitengewoon veel abonnees. Ik geloof oplaag 180.000. Maar er waren 3 soorten advertenties. Die waren niet aan te slepen. Huizen, personeel en auto's. En daar dreef de krant op. En die bestaan niet meer. Mm-hmm. Dus het zal ongetwijfeld zijn dat we allerlei dingen fout hebben gedaan. Maar de maatschappelijke werkelijkheid is dat kranten een belangrijk deel van hun inkomsten, dat die niet meer hebben. Laten we het even over de abonnees hebben. Hoe het aantal abonnees, hoe heeft dat zich de laatste decennia ontwikkeld? Dat heeft zich slecht ontwikkeld op 2 verschillende manieren. Dat het aan beide kanten is teruggelopen. Mensen met een wat hogere opleiding, die gaven in toenemende mate toch de voorkeur aan een landelijke krant. En mensen met een wat gemiddelde opleiding, die lazen veelal het Brabants Dagblad, maar vonden de krant steeds te duur. Hoe zit dat vergelijking met ouderen en jongeren? Jongeren lees ik überhaupt weinig krant. Maar dan denk ik, toen ik 20 was, las ik een krant, dat weet ik ook niet meer. De gemiddelde krantenlezer op dit moment is een aardige mevrouw van, denk ik, 58 jaar. Die romans leest. Die gelukkig ook romans leest en daarom bestaan er nog boeken. Ja. En die ook kranten leest. Vrouwen zijn trouwere krantenlezers dan mannen. En dat is natuurlijk een ouder wordend gezelschap. Maar er bestaan er nog wel heel veel van. Ja. Want elke dag worden er nog 100.000 en Brabants Dagblad gedrukt. Dus ja. het is een... Maar dan is er daarnaast nog de nieuwe technologie. Hè? De social media. Facebook, Twitter, Instagram, waar mensen het misschien vandaan halen. Met name de jonge generatie. Jawel, maar ik probeer tot mijn laatste snik vol te houden dat journalistiek, net als politicus, een echt vak is. En ik hoor tot mijn verbazing op radio en televisie mensen al enorme onzin beweren. En dan vraagt de reporter, hoe weet je dat? Nou ja, het stond op Facebook. Terwijl iedereen alles op Facebook kan zetten. En daarom is journalistiek nog steeds belangrijk. Omdat wij, met alle fouten die we maken, toch geroepen zijn om 3 dingen te doen. Vroeger hoorde je in mijn vak altijd, je moet horen en wederhoor toepassen. Maar dan begint pas het eigenlijke werk. Want je kunt wel zeggen, meneer A zegt dat en meneer B zegt het klopt niet, maar dan weet je het nog niet. Dus daarom is ons gespreksonderwerp zo belangrijk, dat journalisten blijven uitzoeken wat van belang is. Mag ik 1 voorbeeld noemen? Zeker. Om de moed erin te houden. Toen ik nog hoofdredacteur was, toen hebben wij een onderzoeksjournalistiek gedaan. Dat was een serie en die heette Boven de Wet. Want ons viel op dat mensen in Brabant die over de goede relaties beschikten, die konden in de meest fraaie natuurgebieden een hele grote villa neerzetten. Maar als je die relatie niet had, dan kreeg je een bekeuring omdat je duifhok 30 centimeter te hoog was.
Wij dachten, hier hebben we wel een misstand te pakken. En daar zijn we jaren hebben we hier plezier van beleefd. Want het ene na het andere kwam boven. En dat vind ik een mooi voorbeeld, los van onze helden van de arena, wat je als regionale krant kunt doen. Dat je namelijk aan het licht brengt dat als mensen in Brabant over de juiste contacten beschikken, dan kun je eigenlijk alles maken. Als je die contacten niet hebt, dan ben je snel de pineut. Ja. We stellen samen vast dat het niet goed gaat met de dagbladpers. Het gaat ook niet goed met de weekbladpers. Ik reken die toch onder het kopje kritische journalistiek. Wat betekent dat over de controle en de verantwoording van de politiek over 10, 20 jaar? Nou, als dit zo doorgaat. Het betekent nu al dat er bij heel veel gemeenteraden al geen journalist meer zit. Hoe erg is dat? Dat vind ik heel erg. Omdat het betekent niet dat al het hele systeem in elkaar stort. Maar het is toch heel belangrijk dat de lokale politiek heel goed gevolgd wordt. En je ziet nu al dat de meeste landelijke kranten doen überhaupt niks aan gemeentepolitiek. Ook niks aan rechtszaken meer trouwens. Wat ook pijnlijk is. En regionale kranten, daar is zo bezuinigd dat heel veel gemeenteraden niet meer bezocht worden. Of door één journalist van de arena of zo, van een weekblad. Mm-hmm. En verder niet meer. Maar hoe erg is dat? Je beschrijft hoe het is, maar hoe erg is dat? Nou ja, ik vind dat heel erg. Omdat elke vorm van macht, dus ook een gemeenteraad, gecontroleerd moet worden. En ik vind het ook erg, omdat je als burger toch wel mag lezen wat er in zo'n gemeenteraad gebeurt. En welke partijen waarvoor zijn en welke partijen ergens tegen zijn. Dan kun je, als je weer gaat stemmen, daar een beetje rekening mee houden. Ja, dus vind ik dat heel erg. Zijn de lokale kranten in het algemeen toch niet te veel beschermheren van de macht juist? Ik heb het natuurlijk landelijk ook meegemaakt dat journalisten klagen over het feit dat de minister-president geen interviews wenst te geven aan bepaalde media, omdat die media in het verleden ooit negatief hebben geschreven. Ja. Of niet hebben geluisterd naar de voorlichter die correcties heeft aangebracht in de weerslag van een interview. Hoe braaf zijn journalisten eigenlijk? Nou, die het probleem is niet of ze braaf zijn, ja of nee. Het probleem is dat ze, het zijn twee problemen die samen zijn gekomen. Namelijk dat journalisten er steeds minder zijn en dus een chronisch tijdsgebrek hebben. En dat een ander type groeit in tal en last en dat is de voorlichter. Er zijn in dit land op dit moment, denk ik, veel meer voorlichters dan journalisten. En die voorlichters kunnen op een hele behendige manier de zaak naar hun hand zetten. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat journalisten nou allemaal van die lamlendige mensen zijn die het uit hun handen hebben laten vallen. Ik denk dat veel journalisten dan gewoon het slachtoffer zijn geworden van de economische werkelijkheid. Mm-hmm. Dat de kranten gewoon minder draaien en er gewoon veel minder geld is voor goede journalistiek. Is er ook ruimte voor zelfkritiek? Denk het wel. In het journaaien? Nou ja, dat is juist heel belangrijk. Dat je in een krant ook veel ingezonde stukken plaatst. En dat je kritiek op de media, dat je die ook in die krant aan het woord laat. En wij zijn natuurlijk allemaal behept met ongeveer net dezelfde grote ego's als politici hebben. En dat zit ons. Geen jij bakken, Tony, hè? Nee, dat is toch zo. Nee, journalisten en politici hebben met elkaar gemeen dat ze zelf graag horen praten. Nou, en dat is niet meestal het grootste talent om ook zelf kritiek te hebben. Dat is in mijn vak een wat moeilijk onderwerp. Mm-hmm. Maar ik ben daar heel erg voor, los van jij bakken, dat wij dat toch doen. Geloof je dat er binnen redacties voldoende kritisch naar het eigen product wordt gekeken? Nee. En aan de normen en waarden die je ook als journalist hebt te hanteren? Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat op de meeste redacties veel te weinig over de eigen krant gepraat wordt. Dat er ik had, toen ik daar nog over ging, elke morgen om 9:00 een vergadering. En dan bladeren wij de krant voor de dag voor. En toen hadden wij nog 13 edities. En ik vond ook dat elke afdeling, er werd altijd veel over geklaagd, maar elke afdeling daar ook aanwezig moest zijn. Omdat het hartstikke belangrijk is dat je over je eigen krant praat. En er was er altijd wel iemand die zei, ik heb geen verstand van voetbal. Ik zei, dat is niet belangrijk, ik ook niet. Maar je kunt wel beoordelen of het goed in de krant staat. Dus mijn opvolger heeft helaas meteen die vergadering afgeschaft. En dat vond ik heel jammer. Want ik denk dat er over ons werk moet je heel veel blijven praten. Je moet elkaar scherp houden. En je moet elkaar wijzen op fouten. Want als dat ook niet meer gebeurt, en we hebben toch al niet zoveel neiging tot zelfkritiek, dan gaat het dus niet goed. Wat is het beste landelijke dagblad? De combinatie van NRC en de Volkskrant. Dat dacht ik al.
Het gaat niet goed dus, zeg je. Dat is jouw stelling. Ik vroeg je net al, als we dat nou eens extrapoleren, 10, 20 jaar, waar zijn we dan als het gaat om de infrastructuur van de kritische journalistiek? Lees de redacties van de goede dagbladen en weekbladen. Zijn die dan totaal verdwenen, gezien alle dalende inkomsten uit advertenties en abonnees? En wie gaat dan die vacature vullen van de kritische journalistiek in Nederland? Nou ja, ik ben natuurlijk ook door mijn leeftijd een letterknecht. Ik vind papier lekker voelen en ik vind inkt lekker ruiken. En dat is allemaal uit de tijd. Ik denk dat het steeds meer digitaal wordt. En dat over 20 jaar voor veel mensen een krant gewoon te duur is geworden. Dat het aantal kranten steeds minder wordt. En dat hoeft niet zo'n ramp te zijn als er via allerlei websites toch goede, controleerbare, verifieerbare journalistiek gepleegd wordt. En je merkt nu, ik hoop dat dat de toekomst wordt, dat alles wat kranten niet meer doen, onder andere omdat ze dan niet meer bestaan, dat dat wordt overgenomen door journalisten die op allerlei websites toch al goede journalistiek doen. Ja, maar nou doet het vervelende feit zich voor dat de mensen inmiddels zo geconditioneerd zijn dat ze denken, nieuws is gratis. En het is te vinden op internet. Ja, dus hoe krijg je de mensen aan het betalen voor kwalitatief goede journalistiek via de digitale weg? Nou, dat internet is alleen maar gratis omdat heel veel van die journalistiek gejat wordt van kranten die ervoor betalen. Dus naarmate er minder kranten zullen zijn en minder journalisten, zal het internet ook verschralen. Dus er zal wel wat moeten gebeuren. En er zijn al bepaalde Amerikaanse kranten die lukt het toch om behoorlijk wat abonnees digitaal te krijgen. En ja, op een gegeven moment heeft het publiek het voor het kiezen. Als mensen tot in eeuwige dagen gratis informatie willen hebben, dan zal het opdrogen. Als mensen toch zo verstandig zijn om te denken, daar moeten we toch af en toe maar eens wat voor gaan betalen, dan zal het blijven. Ja, maar zal het niet ertoe leiden dat de overgrote meerderheid het dagblad vaarwel zal zeggen, zich met name zal oriënteren op internet voor niks, zonder te betalen. En dat die verstoken blijven van kwalitatief goede verhalen en bestookt gaan worden met allerlei flutverhalen die we nu ook al zien circuleren op internet. Daar kun je buitengewoon somber over worden. Alleen, ik weet ook niet wat je daar aan moet doen. Toen ik in Brabant kwam, zag ik dat al een derde van iedereen die in ons gebied woont totaal geen informatie kreeg. Want het verhaal was vaak dat mensen dan wel huis-en-huisbladen lezen. Maar mensen die huis-en-huisbladen lezen ook vaak dagbladen. Het zijn mensen die toch al in hun genen hebben om gedrukte informatie te lezen. Dus een derde van onze samenleving las niks. Was ongeveer, denk ik, ook een derde wat ook niet ging stemmen. En dat aantal zal alleen maar toenemen. Maar ik heb daar geen oplossing voor. Ik heb daar deel met jou alleen de allerlei sombere gedachten. Dat ik vind nu al vaak dat het amusementsgehalte enorm wordt. Als je naar De Wereld Draait Door kijkt, alles moet leuk zijn om te lachen. Wilders wordt door niemand geïnterviewd, maar wel door privé. En dan mag ik vertellen dat zijn poes Lola dood is. Nou ja, die onzin. Ja. En ik vind dat een buitengewoon vervelende. Wist u dat niet? Lola is dood. Ik vind het een buitengewoon. Ja, ik ben een oude journalist. Ik vind het heel erg. Mm-hmm. Nou, is in meerdere opzichten zijn Engeland en de Verenigde Staten ons voorland. Als je nu oriënteert op de media, de dagbladen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, dan wordt het normaler en normaler dat persberichten verstuurd door instanties en bedrijven, dat die integraal worden overgenomen. Ja, en dat heet dan nieuws. Ja, dus in Nederland zijn er ook allerlei voorbeelden van geweest, van iemand die fakeberichten bedacht en het gewoon in allerlei kranten terecht kwam. Ja, dat komt door al die voorlichters. Die worden daar steeds bedrevener in. En die sturen allerlei pasklare berichten naar kranten. Die kranten dan allemaal opnemen. Ja, Jan, alles wat je erover zegt is allemaal waar. Alleen, als jij en ik de oplossing zouden weten, zouden we er heel lang over moeten doorpraten. Ik heb nog twee vragen. En de laatste gaat over de oplossing. Nu de ene laatste. En dat is, wat gaat dit betekenen uiteindelijk voor, ja, ik kom er toch maar op terug, de democratie, het volk aan de macht? Als het volk niet goed geïnformeerd wordt, hoe kan het volk dan zijn macht uitoefenen? Dat zal in die meest sombere bui betekenen dat mensen met makkelijke oplossingen steeds meer aanhang krijgen. En dat de Wildersachtige typen die alleen maar communiceren via Twitter, dat die steeds meer macht krijgen.
omdat zij niet gecorrigeerd worden door anderen, of omdat mensen niet de moeite nemen om die correcties tot zich te nemen. Ja. De slotvraag. Ik wil het toch hebben over een oplossing. Kijk, wij subsidiëren landelijk de publieke omroep. We hebben het kijk-luistergeld afgeschaft. Dat gaat nu via de belastingen. Iedereen levert naar draagkracht een bijdrage. Daar worden de omroepen van gefinancierd. Levert over het algemeen een redelijke kwaliteit. Daar mogen we best trots op zijn. Is ook nog redelijk goedkoop in internationale vergelijkingen. Is iets soortgelijks niet noodzakelijk om die kritische journalistiek als redder, tussen aanhalingstekens, van onze democratie in stand te houden? Natuurlijk. Ik denk 10 jaar geleden organiseerde de SP in Oudewater, en daar was jij bij, daar was Jasper van Dijk bij, voor een aantal mensen, ik was erbij, een aantal hoofdredacteuren, hebben 2 dagen zitten praten over dat soort dingen. En jullie hadden toen alle informatie bij elkaar geschraapt en daar bleek ook uit dat wij als land in Europa, we zijn eigenlijk het enige land in heel Europa die niets doet aan perssteun, helemaal niks. We hadden voorbeelden van Scandinavische landen waar het heel normaal is dat bepaalde vormen van journalistiek ondersteund worden. En dat betekent helemaal niet dat je dan over de overheid moet schrijven. Dus in Nederland is een goed voorbeeld, maar ik geloof dat ze nu ook weer ruzie hebben, in Friesland. Daar was het Friese Persfonds. En het Friese Persfonds, dat bestond uit een aantal hoofdredacteuren. En die gingen samenwerken om bepaalde dingen in Friesland, waarvan ze vonden dat er boven water moest komen, om dat met steun van gedeputeerde staten, om dat te kunnen realiseren. Daar zat 4 ton in. Toen vroeg al wel met enige gedeputeerde, kan het ook over mij gaan? Dat was het enige juiste antwoord, u bent de eerste. Ik heb hier met een aantal hoofdredacteuren een paar keer met Van der Donk, de commissaris van de Koning, over zitten praten. Om dat hier ook in Brabant van de grond te krijgen. Het leek me een buitengewoon nuttig idee. Het leek me ook heel goed dat regionale kranten en regionale omroep dan eindelijk eens goed gaan samenwerken. Maar ja, het is niet van de grond gekomen. En ik denk, want dan krijg je altijd weer dat verhaal dat je geen geld mag aannemen, want dat is van de overheid. Maar dat vind ik een enorme onzin. Je moet het wel clausuleren. Je moet elke inmenging wordt ten zeerste afgeraden, want we straffen het af. Ja, je moet dat heel goed clausuleren. Maar als je dat doet, en als je als bestuurder de moed hebt dat te doen, en dat je als bestuurder ook de moed hebt te accepteren dat met jouw eigen geld jezelf ontmaskerd wordt, dan moet je dat vooral doen. En ik denk, nou, dat is nog één probleempje. Dat is, kranten, weekbladen zijn onderdeel van commerciële bedrijven. Ja. En wat je dus doet, is bedrijfssteun verlenen. Dus je zult ook garanties moeten hebben dat dat geld niet in de zakken van de eigenaren vloeit, maar dat het daadwerkelijk geïnvesteerd wordt. Ja, maar inmiddels zijn de zakken van die eigenaren redelijk leeg. Dus daarom? Zijn ze nog gretiger? Ja, zijn ze nog meer. Ja, maar dat kun je allemaal afspreken. Je kunt, want de mediawet moet zelfs veranderd worden. Want op dit moment dat zal ook al jaren, dat is heel ingewikkeld, mogen regionale omroepen niet samenwerken met commerciële bedrijven. Dat zal ook al jaren anders worden. Maar dat is, als je dat wil, als je het niet wil, dan is er van alles tegen. Als je het wel wil, is het prima te organiseren. Als verstandige mensen kun je er allemaal afspraken mee maken. Dan ga je na 2 jaar evalueren. Je komt met een raad van toezicht die het in de gaten houdt. Als je het wil, zou het kunnen. En dan zou je ook in Brabant kunnen financieren dat een aantal journalisten nog een bepaalde ontwikkelingen, hoe is de Q-koorts kunnen ontstaan? Wat doen we met de versteniging van het platteland? Je kunt ze zo uit je mouw schudden. Dat toch gemaakt wordt. En dan komt dat in alle kranten. En dan komt dat ook via de regionale omroep. Maar dat is toch prima. Want dan gebeurt het tenminste. Ja. Dus ik zou er erg voor zijn. Tony, het zijn de dagen van de politici. Ik begin ze langzamerhand ook een beetje zat te worden op tv, moet ik u eerlijk bekennen. Maar woensdag zijn we er vanaf, eventjes. Ze krijgen allemaal 30 minuten. Je zei net politici en journalist 8, zijn allemaal professionals. Je krijgt 30 seconden om je hartekreet met betrekking tot de kritische journalistiek, tot dit kritische publiek, te richten. Het is heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat u kranten blijft lezen. Want er is allerlei kritiek mogelijk op het Brabants Dagblad. Maar als er steeds meer mensen die krant niet meer lezen, dan hebt u straks op de arena daar helemaal niets meer over. En dat lijkt me voor ons gebied heel slecht. Dus blijf kranten lezen en blijf kritisch kranten lezen. Oké. Tony van der Meulen, dank u wel.